Hallo, wij zijn Jutta en Amber. En wij gaan een filmpje maken over asieldieren. We zijn vandaag op bezoek bij Isabelle in Schoondijken. Ze heeft een hond uit het asiel, Kira. Hoe lang hebben jullie Kira al? Ik denk een jaar of 6, 7. En hoe zijn jullie op de keuze asielhond gekomen? Al die honden die zoeken een baasje. Dus ja, waarom niet? En ze was goed opgevoed. Je ziet of dat er al afwijkingen zijn. Dat is eigenlijk de meeste reden waarom dat we dat gedaan hebben. Kun je ergens aan merken dat Kira uit het asiel komt? Nou, bij deze hond misschien wel. Ze is bang voor vreemden. Dus misschien heeft ze bij haar vorige baasje wat meegemaakt. Maar we hebben meer asielhonden gehad hiervoor. En daar hebben we dat eigenlijk nooit iets speciaals aan gemerkt. En Kira, hoe vind je het dat je hier geadopteerd bent? Duidelijk antwoord. We zijn hier bij het dierenasiel in Terneuzen, dat als werkgebied heel Zeeuws-Vlaanderen heeft. Hallo, ik sta hier bij het dierenasiel in Terneuzen. En naast mij staat Henk. U doet vrijwilligerswerk hier. Inderdaad, ja. Waarom doet u hier vrijwilligerswerk? Nou, om voor de dieren te zorgen. Ik vind dat heel leuk. En ik vind het prettig om hier naartoe te komen altijd. Ja. En fijn om voor de honden en de katten te zorgen hier. En hoe lang doe je hier al vrijwilligerswerk? Ik doe het nu een dikke 1,5 jaar, een kleine 2 jaar dat ik hier kom. Ja. En wat doe je zoal op een normale werkdag hier? Schoonmaken. Het meeste werk is altijd schoonmaken. Ja. Kennels, kattenkamers, kattenbakken. Ja, alles moet met water gereinigd worden iedere dag. Dat is inderdaad een heel veel werk is het. Hallo Amanda, hoe ben je op het idee gekomen om hier te werken? Al heel lang vond ik honden en katten leuk. En toen kwam ik ineens een vacature tegen van het dierenasiel. Dus toen gingen alle alarmbellen rinkelen. Dat ik zoiets had van, dit wil ik doen. En heb je bepaalde diploma's nodig om hier te moeten werken? Ja, het liefst wel. Ik heb dierenverzorging in Goes gedaan, op het Groencollege toen de tijd nog. Hallo Greet. Van waar uw passie dat u hier... Ja, ik ben 15 jaar geleden ben ik hier begonnen als medewerker. En het leek mij leuk om met dieren te werken. En ik vind mijn dieren werken heel dankbaar. En ze zijn altijd enthousiast als ze je zien. En ja, je betekent ook iets voor de maatschappij en voor de dieren. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Gebeurt het vaak dat er hier ook wel eens dieren binnenkomen met een trauma of zo? En kunnen jullie daar dan wat aan doen? Het gebeurt gelukkig niet vaak. Maar we merken wel eens dat er een soort verwaarlozing binnenkomt. Ja, en het enige wat je kan doen is heel veel geduld hebben. Tijd, aandacht, vooral heel veel liefde geven aan de hond of de kat. En niks forceren. En hopen dat we er weer een geschikt huisje voor gaan vinden dan. Wat zijn, denkt u, de voordelen aan een asieldier? Je doet er eigenlijk iets goeds mee. Dus je geeft een dier een tweede kans. Dus dat vind ik toch echt een voordeel. En je hebt heel vaak honden of katten die er eigenlijk zelf niks aan kunnen doen als ze hier terechtkomen. En vaak zijn ze heel erg lief. En heel dankbaar ook. Dus ik vind dat wel een voordeel, ja. Zo ziet u maar, een dier uit het asiel is niet per definitie agressief of getraumatiseerd. Je kunt hier hele leuke huisdieren vinden. En denkt u er nou over om een dier uit het asiel te adopteren en wilt u een afspraak maken met het dierenasiel in Terneuzen, dan kunt u dit nummer bellen.